Het is mooi weer en er gebeurt niets op de Taaienberg waar wereldkampioen Freddy Maartens wegens herhaald pech uit een omvangrijke kopgroep verdwijnt. Nog voor de muur valt René Maartens aan. Hij blijft alleen voorop met een voorsprong die nooit meer dan 45 seconden bedraagt. Een sterk nummer. Een sprinter in de tegenaanval, Eddy Pankaert. Maar hij komt te laat. De verdienstelijke René Maartens haalt zijn eerste klassieke overwinning.